Ja. Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij vandaag een nieuwe GTA video. Als jij nou weer oranje bent, Nino. Sorry. Hey, ja, maar zeg het dan even voor dat we moeten kiezen. Zeg het even voor dat we moeten kiezen. Ik denk aan jou. Je bent toch geen Mongool? Nee, ik denk dat toch niet aan. Mag ik iets zeggen? Nee, ik ga iets zeggen wat normaal Roelie zegt. Heb je deze al gedaan? Deze hebben we pas geleden gedaan. Ja, maar jij dan zonder mij, zeg. Ja, dat kan wel. Maar wel met Pasky, maar... Hey, dag Nilo. Oh, hè? We hadden het nog allebei. En met Mattie en met Mark. Ja, met Mattie en Mark, dat was het, ja. Dus Mattie heeft deze keer gedaan. We hebben echt geoefend, fijne draaihard. We hebben een keiharde achterstand hier. Ik heb mega achterstand. Zo'n mega achterstand nu. Wie staat er nou vijfde? Jij? Nee. Vierde. Oh. Ik sta vijfde. Kom zo vijfde. Niet mat. Nee. Zeker, maar, jullie hebben zeker met not me. Ik vroeg pas Kilaas, wil je even oefenen? Zei hij gelijk ja. Zei hij ja, dat doe ik nog altijd met Roel en de anderen. Roel en de anderen. De E-Divisie chat. De E-Divisie chat, maar daar zit ik niet meer in, hoor. Maak ik geen zorgen. Ben je eruit gegooid? Ja, Bobby heeft me eruit geflikkerd. En Bobby had eruit geflikkerd? Ja, nadat ik een boos tweetje had geplaatst. Heb jij een boos tweetje over de E-Divisie geplaatst, joh? Ben je er toen uitgeflikkerd, echt? Ja, ja. Of was er al uit? Maar ben je er daarna uitgeflikkerd, ja? Ben je er daarna uitgeflikkerd? Ja, tuurlijk. Wat zijn ze zuur daar! En ik ben uit de CC van alle mailtjes ook verwijderd. Dat heb ik ook. Wat mooi! Oh. Wist je dit niet? Ik had het niet zitten vertellen. Ik dacht dat het tegen jou was. Was nee, mailtjes wist ik wel, maar niet dat jij uit Ja, maar Koen zat er op zijn telefoon, zo hoort het niet. Oh, dat... Hey, dat leuk, Milo. TikTokjes te kijken of niet? Ik wist oprecht dat deze knikker zat door die vorige keer. Ik heb gevoegd. Maar ik geef het toe als een man! Kun je bouwen wat je wil! Wat je wil! Besef dat Mark, over oefenen gesproken, die heeft met jou die hele campaign van Way Out, ja, heeft Way Out gespeeld zonder iets te zeggen. Ja. Om uiteindelijk om te winnen. En toen hoorde ik ineens 3 seconden van je iets moet doen, hoorde ik ineens heel veel getikt bij Mark. Ik zei, Mark, wat ben je aan het doen? Toen dacht ik je heel veel moet tikken om iets te doen. Nee! Ik bounce ook over dat checkpoint heen. Ik moet helemaal terug naar de start van die kolk, zeg maar. God. Ja, iemand had mij eraf getiefd. Oh, ik had er ook last van. It wasn't me. Wasn't me. Oké. Okay. Goed, Roel. Heerlijk gedaan. Hey, Roel, tief nou op. Boys. Roel, wat win je hiermee, joh? Nee, ik ga het niet halen, deze jump. Dat heb ik de vorige keer ook gehaald. Boys, ik ben er. Ik ga het niet halen, deze jump. Heb ik de vorige keer ook gehaald. Ja, toen ik geoefend had, lukt het me ook niet. Sorry. Je hebt niet goed geoefend dan. Jawel, ja. Kijk Rob, het gaat er niet om hoe goed het gaat. Het gaat erom hoe je op kan staan nadat je op je bek bent geramd, weet je wel. Daar gaat het om in het leven. Ah, vraag dan aan Koen, die heeft er wel eens een paar tikken op zijn gezicht gekregen. Van die gasten toen die zijn jas hadden gestolen. Ja, zo. Ja, of en niet te zuinig ook, ring, en een keer in Eindhoven van die bewaker toen hij terug naar binnen kwam. Toen hij er toch wel uit was gezet, dat hij toch opnieuw werd uitgegooid. Maar jongens, jullie weten, een corrigerende tik mag gewoon. En Matt tweede. Ziek. Hey, ja, shout-out. Hey, ziek, hoor. Steady, man. Ja, ik ga deze playlist winnen. Oh ja. Kut, ja. Dan word ik laatste. Roy, als je dit kijkt, breng alsjeblieft racepakken uit. Ik koop ze meteen. Zet dat je dan Rob bij die Formule 1 video in zo'n royalistic racepak binnen ziet komen. Met zo'n helm en van die handschoenen. Hey Milo, welke kleur ben je? Groen, man. Lekker, man. Hey, we staan onder de huis. Ik ben toch geen Mongool? Ik kies toch wel groen als het moet. Nou. Ik ben een Mongool. Pisswasser. Pisswasser. Was uw eigen pis. Is mooi ook dat Robbie als enige een custom niet meer, auto heeft. Maar dat heb ik bewust niet gedaan. Dat is toch saai. Waarom vliegt de lucht in? Ik wou dat zeggen, want dat werkt ook niet. Het is niet alsof die snel is. Jawel man, ik heb een custom adder man. Die heb ik voor millies gepimpt, hè. Het is gewoon een Bugatti Veyron, hè. Een van de duurste auto's van de world. Zie. Tegenwoordig niet meer, joh. Nee, vroeger wel toen dit spel hip was. Oeh, waarom rem je daar? Gadver. Hij heeft geoefend, hij wist dit. Hij heeft ziek vies geoefend, die vent. Hij heeft zo ziek vies geoefend. Hij heeft hem gewoon. Gadver. Vieze hond, jongen. Zo, Matt, jij weet de tactiek. Matt, jij bent echt lijp, hoor. Ja, die hebben jullie me ooit wel uitgelegd hoe dat werkte. Ja, Raoul doet dat niet. Dat snap ik niet, want... dat zal hij dan wel geoefend hebben, dat hier niet werkt. Wie pleurt daar nou? Ik heb deze een klein tikje af op zijn anus. Duidelijk niet goed. Maar ik ga jullie voortaan niet waarschuwen van deze race dat hebben we al een keer gedaan in een andere video. Zoals bij elke race in deze playlist. Volgens mij heb jij elke race al een keer gedaan in je leven.
Voor mij check je elke dag zo'n notificatie aan als er een nieuwe race wordt geüpload dat je meteen even doet. Ja, ja. Hey, maar Milo, dan upload jij toch gewoon een video waar je alle races al een keer hebt gezien? Dat is toch prima? Nou, ik heb dus nooit gezien. Ik zal het niet weten. Zeg ik voor de rest niks meer? Nou, je kan zoals een echte trouwe fan gewoon video's van je kameraden kijken. Dat is waar. Nou, dat heb ik echt Kaulo! Versneuk ik het toch weer enorm. Mat gaat dik winnen, jongen. Nee, want ik ga er hier af. Hij heeft zeker deze ook al ooit geoefend. Ik moet daar trouwens zeggen, nu ik hier dit aan het racen ben. Deze heb ik zeker al ooit gedaan. Maar ik heb ook zoiets, al die races lijken op elkaar, dus ik zou het niet eens weten. Oh, nou ja, ik weet het wel vrij zeker. Je kent wel bepaalde dingen. Maar jij kent gewoon het meest geliked, waarschijnlijk. Ik had opnieuw gefilterd, aangezien ik hier bang voor was. Oh ja, ja. Maar ik doe altijd opnieuw, want anders kijk je dit. Oh, ik lig eraf. Maar bij popularity zijn dan niet dan de soort recente populaire dingen. Ja, is het all-time? All-time, volgens mij. Gewoon de meeste likes. Zeker. De meeste licks. Dan is het niet zo heel gek, nee. Hey, maar niet uit, toch shout-out naar jou, man. Hey, maar het is ook gewoon, we hebben toch gewoon al sim met z'n allen, gaat het toch. Ja, maar... En die kijkers, en zou ik nog vertellen? Ik heb deze nog nooit gedaan. Nee, ik oprecht denk ik ook niet. En Pasky Rokers, denken jullie? Ik heb deze gisteren bij Pasky gedaan, vandaar dat ik zo goed ben. En maar mensen, als er een video is waarin ik deze ooit heb gedaan... Hey man, sorry. Kijk die ook! Kijk man, die video. Wij gaan volgens mij 1-2 worden. Yes, let's go, jongen, de noobs! Maar besef, Cybro met z'n tweeën zitten oefenen. Wat nee, met Pasky, Koen was er niet bij. Hoe vaak moet ik het nou nog zeggen? Koen was echt dood. Wacht, over welke Koen hebben we het nu? Koen was er wel bij, maar niet ik. Heb jij met Pasky en Koen deze race gespeeld, man? En dat hebben jullie afgesproken in de E-Divisie chat dat ik uit ben gekeken. Koen was er niet bij, Bobby wel. Ja, dat terecht, idioot terecht. Infantiele ketchup is weg en nu ben ik ineens ziek goed, hè, weet je wel. Ze zien maar weer. Ah ja. Hé, hey, Matt, ga even stilstaan. Ja, is leuk. Wat krijg ik dan? Ah, kom op, man. Mackie? Oh, lekker. Nee, laat maar. Er moeten nog 29 checkpoints. Ik hou nog maar wel in. Ik maak geen fouten. Ik maak geen fouten, Koen. Hij weet waar het tandje zit. En Koen, jij moet nu risico nemen. Neem risico, Koen. Anders hou je me nooit meer in. Koen, neem even risico. Neem even wat risico. Ja, het ding is dus, ik kom niet dichter bij jou. Jij loopt bij mij weg. Ja, hoe die loopt bij mij weg? Hoe kan dat? En mensen komen wel dichter bij mij. Omdat ja, maar je slecht bent. Ja, want jij niet snel rijdt langzaam. We hebben een trage auto. Je moet echt 2 harder indrukken. Oké, ik druk hem nu echt heel hard in. Oh jee, ik leg eraf. Je hebt die adaptive triggers aanstaan. Triggers. Trigger. Iemand haalt mij nu zeker in. Wie kan het ruimpje? Nee! Trigger. Nee, shit! Vlieg. Dan ga ik er met helemaal daarnaast. Wat een zieke jump heb ik hier gepakt, joh. Oh, Matty, ik zit op je Kaulo hielen, broertje. Ja, ik weet het, want ik heb namelijk Milo, een paar kleine foute rakkertjes gemaakt. Je beukt mij toch? Ik kan dat niet veel doen. Nu zit ik hier klem. Wat voor. Nou, daar gaan we weer. Hé, maar Rob staat wel heel ver achter ofzo. Hoe werkt dat? Ja, ik weet niet. Ik zat net 8 seconden achter en nu 15. Koen, kun je ergens zien hoeveel je achterloopt qua secondes ofzo? Ja, tel je naar beneden. Oh, dan ga je uit je auto zeker. Nee, 7 seconden ja, zijn gewoon 7.4. Dan ga je uit je auto. Ja, geen dikke boost, jongen. Dan word je geboost meteen. Naar de eerste plek. Zo'n blauw schildje is dat. Ja, dat blauwe schildje. Zal ik blauw schildje gooien nu? Koen, je moet iets meer risico nemen. Zijn jij eerst ja, matten, ik kan niet meer risico nemen dan ze maar heel hard rechtdoor rijden. Koen, neem meer risico. Koen, je moet meer risico nemen, anders ga je het ah, ik ben 2-10 neergelopen. Ja, ja. 2-10, ja. Lekker, maar en ik zou nog meer risico nemen. Oh, te veel risico! Ik lig eraf. Maar risico. Op een punt waar ik letterlijk alleen maar op echt 2 hoef te drukken, verlies ik tijd. Ja, omdat je weet toch hoe dat, als je er met de bocht ingaat erop met meer snelheid, je weet hoe het werkt als echt. Oh, die Apex nou, Legends. En nu heb ik de weinig snelheid, die word ik laatste. Helaas, ik heb wel veel risico genomen. Nee, ik ga ernaast! Nee! Mensen, abonneer! Dit was mijn kans. Nee. Dit is mijn kans. Oh ja, Koen, je hebt ook vlucht, ook weg. Ja jongen, ik ben al lang weg, joh. Ik sta 4e. Mooi, dan hoeft zichzelf toch eruit filteren op een gegeven moment dan. Iemand zit nu echt een tikje achter me, hè? Uit die ja, ik land deze pijp. Alleen niet heel goed. Uit die pijpleiding! Het is helemaal niet zo'n hele moeilijke race ofzo. Nee, het is eigenlijk een hele race. Heb ik nou een checkpoint niet? Ik heb een checkpoint niet. Ik heb het ja, Kaulo checkpoint niet! Maar daardoor kan ik jullie niet meer inhalen. Dus ik rij een beetje achteraan, een beetje voor saus. Saus, kopie. Hey, Milo! Yo, Vison. Doei, Milo! Doei. Oh nee. Oh mijn god. Hey, Rob trouwens, doei!
Hey, maar iemand maakt dus deze race en denkt van... Ja, vet. Wow, vet! Ja, een beetje AD-stijl, hè? En wat ik vooral ziek vind, dat, is dat, dan, dat Milo hem dan kiest. Dat, nee, wat ik dus ziek vind, wil ik zeggen dat hij dan bovenaan staat all-time qua likes, zo'n beetje. Ja, maar het leuke deel toen wij laatst met iedereen van de E-Divisie D speelde, hadden allemaal blauw duimpje omhoog gedrukt, dus toen stond hij ineens heel hoog. En iedereen die E-Divisie keek had toen ook blauw duimpje omhoog. Ook met de e-sporters, of niet? Nee, die doen niet mee. Zo niet. Dat is niet eerlijk, zij zijn e-sporters. Oh ja, dat is wel zo. Jij bent ook e-sporter. Oh, nee, niet. Frank wel. E-sporter geweest. Paski ook. Ja, is wel een goed stuk, man. Het is echt leuk, inderdaad. Maar je haalt me waarschijnlijk weer in. Nou, wat ik kom dus wel dichterbij. Het is alleen wel zo dat... Nee, maar als hij ketchup was... Dan haalde je het niet eens waarschijnlijk. Kwam je niet eens die heuvel op. Nee, dat is zo traag geweest. Ja, maar dan had ik misschien ook een keer... Dat was altijd gezegd dat je dan als eerste kon je dan bepaalde jumps niet halen door ketchup. Ja. Wel grappig eigenlijk. Eigenlijk ook wel een leuke. Roel, jij hebt een of andere cheat, want jij gaat echt veel sneller. Echt de hele tijd. Veel sneller. Ik ben, sinds het begin ben ik 0,2 seconden ingelopen op jou. Ja, dat is wel veel sneller. Het mooie is ook dat door ketchup is het zeg maar niet dat de achterste sneller gaat, maar de voorste gaat langzamer. Dat is ook wel een raar systeem ofzo. Ja, want die achterste zijn natuurlijk slecht. Als je die sneller gaat, oh mijn god, Roel gaat nog winnen ook. Ik ben Nee jongen, je staat 6 seconden voor. Ik ben geflipt. Hou je bek. Hoe kan je hier flippen, maat? Hoe kan je hier flippen? Ja, want die ding is heel hoog. Oh, oké. Okay. Hij is heel hoog op dinges. Hoe kan je alsnog flippen? Nou ja, ik ga zo meteen hier op jullie wachten. Flip de bier. Ik ben heel benieuwd of jullie ook gaan flippen. Ik was ook geflipt. Hé, cool, daar flipte ik dus. Wow. Ik weet dat Milo ooit een eitje flipte in mijn woonkamer. Tot. Toen lag alles op de grond. Nee. Oh, dit is nog! Je zit in het water! Dacht dat het een finish was. Hè? Dacht dat het een finish was. Nee, natuurlijk niet, jongen. Oh. Ik zag je al, joh. Ja, maar ik dacht dat jij dacht, oh, nu ga ik even op de finish heen, maar dat we toen nog... Nee. Ik zeg... Wat een kutrace was dit, zeg. Niet geflipt. Niet geflipt, jongen. En ik heb gewoon heel de race achteraan gereden. Ah, lekker gewoon lekker door het water. Ja, dat glitcht, hè. Bij mij zit dat op andere plekken dan bij jou. Dat is geen grap trouwens. Jawel, was grap. Nee, dat is oprecht zo. Oh, sta ik nou laatste? De Milo is altijd laatste in je eigen video. We staan wel dicht bij elkaar. Oh, ik ben nog geen één keer 50 geworden. Ah, dit is mijn favoriet, fietsen. BMX. Nou, jij hebt het eens al keer gedaan. Dit is dan niet met die rails, hè. Maar jongens... Hey, maar... Ik fiets naar huis van die kerstfeest. Ik BMX naar huis van die chickies. Ik voel me heel erg risky vandaag, dus ik doe geen helm op. Oh, gaaf. Milo, welke kleur ben je nou? Groen. Hoe werkt dit? Ik ook. Hoe werkt dit? Hoezo maak ik het uit bij een fiets trouwens? Atza, dan ben ik in mijn eentje oranje. En hoezo ben je ook groen trouwens? Hoe fiets je ook weer? Nee, jij bent oranje toch? Ik ben oranje. Kruisje inklikken toch of zo? Oh. Hoe werkt dit? Kruisje toch? Oh, kruisje. Zo, kruisje. Kijk een fietsje jongen. Kruisje tappen. Kruisje tappen. Ja toch? Oprecht? Maar als je moet jumpen. R1 ja? Ja, geen val toe. Maar had ik ook gewoon een val toe kunnen maken, maar het is geen val toe. Fietsen, man. Ja, ik ben er al maar af. Ik fiets naar huis voor wie die kerst. Wie staat er nou eens eentje heel ver vooraan? Oh, kut. Ik niet meer, want ik dief nu naar beneden. Ik fiets naar huis voor maar die kerst. Maar hoe spring je? Godverdomme, echt één. Tegen die deur van dat ding. Waarom zit daar moest je naar links. Ja, kut. Waarom zit er geen checkpoint daar bij die hoek? Nee, hoe kan... Wie jankt er? Ik spam keihard naar links. Wat is dit voor kutrace nu al? Ja, jij hebt ook gekozen. Ja, dat is wel waar. Maar ik heb deze nog nooit gedaan, dus dat is al heel wat. Ah, godverdomme. Ja, die wel. Maar dan zit je dus... Oh. Ik wel, met Paski laatst. Ja, checkpointje. Oh, nee! Ik ben dood. Oh, hallo. Ik ben nog maar twee. Nee, kut. Leuk dit, jongens. Even kijken. Oh. Milo, jij hebt hier wel een gave video, denk ik. Ja, ik heb hier wel. Maar zullen wij de volgende keer de races uitkiezen, Milo? Ja, is goed. Nou, zo, dit is toch wel leuk? Ja, dit heb je goed gedaan, hoor, Milo. Ik ben gewoon trots op jou. Dankjewel, jongen. Hey, shout-out, hè? Naar je moe? Naar... Wie beukt mij er nou weer af? Jij beukt mij! Nee, bro! Dat is helemaal niet waar! Ja! Dat is echt niet waar! Hey, bro! op mijn scherm beukt jij mij. Ja, oké, maar op mijn scherm, die ook geüpload gaat worden. Waar ga je heen, Roelie? Ik vloog even. Je moest naar rechts. Nee, ik heb zo weinig controle met die fiets. Oh, kut. Ik had het bijna gehaald. Maar dat is niet helemaal... Hoe kom je aan stemmen, hè? Door te stoppen met tappen.
Hoe ga je dan vooruit? Nou, je stamina wel op laten laden. Of je kan het gewoon indrukken en dan fietst hij gewoon heel langzaam. Oh. Maar je kan ook respawnen, dus zit je stamina weer vol. Nee, normaal niet. Dat is niet. Is dat niet? Ben jij dan niet gerespawned of zo? Nee, hij is fucking goed. Hij is FC Groningen. Hij heeft geoefend. Heel seconde, Nick. We gaan hier wel lekker, hoor. Ja, we gaan hier wel... Oh, we gaan veel te hard nu. Oh! Oh! Spring! Spring! Yes! Cool, nee! Er staan hier bomen op de weg. Ik stel met mijn hoofd op de rand van de container. Ik ben dood. Ik ben dood. Ik vlieg nu gewoon. Ik ben dood. Ik vlieg naar huis voor die kerst. Vlieg naar huis voor die kerstfeest. Kan niet wachten op die chickies. Ja, nee. Nee. Haché, ga je mee. Over zee. Is dat een hert of een ree? Nee. Het is Kai van de Ree. Hoe zou het met Kai van de Ree gaan? Goed, denk ik. Echt goed. Naar bankzitters video's. Die heeft toch sowieso een ziek lang kapsel genomen en een zieke baard of zo, dat gewoon niemand meer weet dat hij het is. Had hij toch al? Hij heeft juist geen baard. Nee, maar zo'n hele Sinterklaas baard, weet je wel. Oh, god. Wit ook. Waarom, als je met die fiets beweegt, dan vlieg je ineens naar links als je landt, zeg maar. Ja, dit is echt onmogelijk. Hele goede vraag. Ja, maar ik kom niet op die container, want als ik spring, doet hij het niet. Kan je niet springen met lage stemmen naast? Jazeker. Ik heb Milo weer gehad. Hey. Ja, leuk! Wat een knop over jij, zeg. Ja, ik laat even mijn stemmen een beetje oplopen, jongen. Nee! Je hoeft geen stemmen te hebben, je moet R1 loslaten, dan spring je pas. Bro, ik tik hem gewoon heel rustig. Oh, ineens spring ik dan nu keihard. R1 loslaten, Milo, dan spring je pas. Loslaten. Als je R1 loslaat, dan spring je. Ik tap hem toch gewoon, dan laat je hem toch meteen los. Nee, je moet hem inhouden. Je moet hem soort laden, dat je een beetje kracht zet. Oh, dat zei je niet. Zo, lekker naar mee. Nou, nu laat ik hem. Dat zei ik niet, hè. Nou, ik ga er helemaal naast. Maar Cerulli, je bent al tand toe ver, of niet? Ja. Je kan gliden. Oh. Ik zit klem in het stopbord, echt. Nee, oh godverdomme man, je bent toch geen mogol met je fiets, jongen? Je bent toch geen mogol met je fiets, jongen? Dit is echt een mongol fietser, jongen. Het is een mountainbike. Dit is een BMX. Oh, een verrekte kut. Hoe ga je achteruit met die fiets? L2. Nee. Ik zoek ook zelf. Moet je gliden? Goed uitgezocht, ja. Ja, dat hoeft niet, Rob, maar door dan helemaal naar achter te leunen in de lucht, zeg maar. Beter. Hey, Drerry. Ik heb je ingehaald. Hoe kan dit nou weer? Oh. Het is ook een... zo weinig stamina. Het is ook een fucking lange... Lange buis, jongen. Lange buis, lange tube. Lange Danny, ha! Lange Jordi, ha! Jij haalde me net in omdat ik niet aan teppen was, maar hem gewoon ingedrukt hield. En daar is de finish. Nee, dat ze. Ik had alleen R1. Toen was ik ook gewoon... Waarom ga ik hier dood? Dus dat was het niet. Viel. Ik heb het ergens anders verneukt. Niet in die buis, want daar heb ik niet getapt. Hey, maar leuk man, met jullie spelen. Ben ik in de buurt bij iemand of niet? Nee, totaal niet. Oh, ik kom er bijna niet omhoog, zo weinig stamina heb ik. Milo weer een verse DNA. Nou, dit is echt zo'n kut. En ik ben video. Juist heerlijk gefinished, hoor. Oh, so. Mat, shout out naar jou, man. Mat, esso naar jou. Nou, als jullie in het begin hadden verteld hoe je moest fietsen, dan was het echt. Jongens, als een van jullie deze video wil met mijn facecam, mag hoor. Voor mij kan niet zo heel leuk eigenlijk. Veel zaak verloren, man. Ja, maar dat maakt niet uit. Toch like, want ik heb toch veel geld. Nou. Fantastisch, Roel gefeliciteerd. Dankjewel, Mia. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. De groeten! Joejoe!